groot nadeel lijkt te zijn dat Axalta gewoon duur is, Koen. Maar ja, er moet wel iets gebeuren. Tenminste, de druk lijkt hoog bij Axel. Ja, de druk is hoog en alle ogen zijn dan toch gericht op de activistische aandeelhouder met 9%. Elliott Advisors, die hun wapenstilstand van 3 maanden die ze in augustus hebben afgekondigd, die is verlopen. PPG mag terugkomen op de aan de tafel volgens de regelgeving. Die hebben misschien aangegeven dat ze echt niet willen, maar... Nou ja, playing hard to get zijn natuurlijk ook wel scenario's die je niet kan uitsluiten. In ieder geval weten we dat Elliott Advisors er niet in is gegaan voor de gezelligheid. Die willen geld verdienen en die zijn er voor het merendeel in gegaan nadat deze strijd al losgebarsten was. Dus ik denk niet dat ze al op een hele forse winst zitten. In ieder geval niet hun beoogde winst. Dus we gaan nog wel wat zien. Okay.